Hij heeft mij heel veel vertrouwen gegeven en vertrouwen maakt iedereen beter. Rob is een hele fijne man om mee samen te werken. Altijd een goede sfeerbrenger in ons team geweest. Ja, hij is gewoon een mens met een heel goed hart en ja, een fantastische man om mee samen op de concours om samen mee te werken. Really getting that seven. This is critical. Come on, Harry. Come on, Don. Come on, Holland. One to go. The Dutch repeat their win from 2014. It drops at last. And the men go mad. Well, what a tremendous performance from the individual silver medalist from the European Championships. The most important thing is that you create a team. A team which you can work together with. Ja, Rob is natuurlijk heel lang bondscoach geweest en die heeft denk ik de sport naar een hoger niveau gebracht in Nederland. Daardoor ook veel teammedailles gewonnen en individuele medailles op kampioenschappen. Ik denk dat hij de succesvolste bondscoach ooit was, of is geweest. Ja, ongelooflijke successen behaald natuurlijk. En ik denk dat die mede behaald zijn door de manier waarop hij in het leven staat. Hè. Een ongelooflijk optimistisch, positief ingesteld mens. En de mensen veel vertrouwen kan geven. Doe je nu? Die ene. Ja! Oud! Ja! Jeroen Dubbeldam, wereldkampioen! Ongelooflijk, wat mensen! Fantastisch! Jongen. Wat maakt hij het hier af? Hij maakt het ongelooflijk af hier. Ik begon al, denk ik, eigenlijk alle gezichten de juiste kant op te hebben. En daarna een heel goed team van paarden en ruiters samen te hebben. En ik denk dat Rob altijd in de rust ergens naartoe heeft gewerkt. En daarna dat we met elkaar heel veel mooie resultaten hebben geboekt. Het rijden van een wedstrijd, zeg maar, legt hij toch wel heel veel nadruk op het controle in het parcours. Dat je de lijnen goed rijdt. En mocht je daar als ruiter een keer de fout in gaan, dan kunnen we maar beter zoeken voor een andere uitgang. Maar goed, kijk, een fout kan altijd. En hij is een paardenmens, dus dat begrijpt hij ook heel goed. Maar hij verwacht wel van zijn ruiters dat die gewoon goed rijden. Ik denk dat hij mij als ruiter zeker wat sterker gemaakt heeft door de jaren heen. Ik denk dat hij dat met de meeste ruiters sowieso wel gehad heeft, maar voor mij persoonlijk zeker. Ja. We hebben een speciaal moment op het wereldkampioenschap in Aken. Er zat toch behoorlijk wat spanning ook wel bij mij. Dus ik zeg ook tegen Rob, wat moeten we doen? Hij zegt, rij maar gewoon nul, dan is het goed. He's out for another clear, only double clear, and he's four fences away from it. It is all in our hands, it is all in our hands. Oh. One to go, the time's fine, bundles of time. What a champions round there for the Olympic individual silver medalist. Harry Smulders for the Netherlands. Can he bring it home? Can he be victorious? He comes to the last. He's done it! The Netherlands victorious! It is all in our hands, it is all in our hands. Je bent technisch een hele sterke trainer en coach. Je bouwde fantastische teams. In Londen met prachtige successen. Onoverwinnelijk in Normandië. Het jaar daarna onverslaanbaar in Aken. En alle fantastische, prachtige finales in Barcelona. Wat waren dat ontzettend mooie tijden. Still clear. Will this be the second clear for the Netherlands? Willemgrave, Carambol, jumps the last. That is an absolutely superb round. En die teams bouwde je van 's morgens vroeg aan het ontbijt tot 's avonds laat aan het diner. Oh, cappuccino? Frank, twee cappuccino's. En voor niks, dan geef ik wel wat weg. Koffiemannetje. Cafetaria gaan werken. Ik kan geen één ervaring eruit pikken, want ik heb zoveel mooie ervaringen met Rob meegemaakt. Dus het is gewoon, de hele periode is één hele grote mooie ervaring geweest. Je was in alle facetten een hele mooie bondscoach. Naar de pers toe, naar de ruiters, naar de eigenaren. En je wilde ook zeker je kennis delen in het talentenplan. Dat deed je ontzettend sterk. We zijn doorgewinterd. Maar ook wel op onze leeftijd, ja, toch?
Rob, ik wil je bij deze heel erg bedanken voor onze prettige samenwerking. Al die jaren door en we zien elkaar zeker nog wel weer in de toekomst en ik wens je heel veel succes. Ja Rob, ik wil je bij deze nogmaals bedanken voor alles wat je voor mij, maar ook voor de Nederlandse sport hebt betekend. Het vertrouwen wat je in ons hebt gehad en we gaan jou daarin zeker missen, maar het gaat je goed. Dankjewel Rob voor de hele fijne samenwerking en het gaat je heel goed in de toekomst. Ja, Rob, ik wil je bij deze enorm bedanken voor alle inzet die je voor ons hebt gegeven en, en alle mooie momenten die we met elkaar hebben meegemaakt. Zowel in de ring als buiten de ring. Doei, 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 doei.